Een nieuwe video. In deze video ga ik met jullie delen welke kerstcadeautjes ik dit jaar heb gehad. Ik weet dat jullie het altijd heel erg leuk vinden om te zien. En ik vind het altijd leuk om er later weer op terug te kunnen kijken. En natuurlijk ook een beetje mijn dankbaarheid te uiten. Voorheen vierden we natuurlijk altijd kerst met mijn oma erbij. Maar ja, die is natuurlijk vorig jaar overleden. Dus ja, zij is in onze gedachten altijd bij ons. Maar we hebben in ieder geval met z'n drieën dit jaar kerst gevierd. Mocht je benieuwd zijn welke cadeautjes ik heb gekregen voor kerst, dan moet je zeker even blijven kijken. Nou, ik heb zelf natuurlijk ook voor kerstvrouw gespeeld dit jaar. Ik heb voor mijn moeder bijvoorbeeld een hele mooie koptelefoon gekocht, zodat hij die lekker kan gebruiken met het sporten. Mijn vader heeft nieuwe pantoffels gekregen, een paar overhemden. Ik heb met mijn moeder nog bedacht om samen kleding te gaan shoppen zodra het weer kan. Dus we hebben echt een paar leuke cadeaus aan elkaar gegeven. En dit zijn in ieder geval die van mij. Ik begin even met deze. En eigenlijk is het natuurlijk niet echt een kerstcadeau. Als jullie me volgen op Instagram, heb je dat gezien. Dit was eigenlijk mijn Sinterklaas cadeau. Veel te gek, want eigenlijk doen we helemaal niet aan Sinterklaas. Maar ze vonden het toch wel erg leuk om deze aan mij te geven. Dit was dus de Rituals adventkalender en hij is echt gigantisch. Nou ja, vanaf volgens mij 5 of 6 december heb ik hem iedere dag opengemaakt op Instagram. Dus dat heb ik ook opgeslagen in mijn highlights, mocht je dat willen terugzien. En nou ja, dit is hem dus geworden. Ik vind hem echt heel erg leuk. En het leek me wel leuk om nog even een beetje eruit te vissen wat eigenlijk voor mij de leukste items zijn uit de kalender. Ik vond hem wel erg tof vormgegeven dit jaar. Alleen sommige dingen zaten een beetje krap in de verpakking, dus dat kreeg je er niet helemaal makkelijk uit. Onder andere zitten er volgens mij 4 of 5 van dit soort mini geurkaarsjes in. Echt super leuk. Dit is onder andere de Savage Garden. Die vind ik echt heel erg lekker. Wat ik ook heel erg tof vond is de Amsterdam Collection. Daar zit een mini shower foam van in. Dit blijkt echt super lekker geur te hebben. Dus ja, ik vind dat wel echt heel erg leuk dat ze dat als extraatje in de kalender hebben gedaan. Er zit een heerlijke pillow mist in. En ja, dat vind ik altijd wel heel erg lekker. Gewoon lekker rustgevend om een beetje over je kussen heen te spreiden. Lekker heel de nacht die geur lekker een beetje op je te nemen. En dit is de Rituals of Ying pillow mist. En een nagelvuil. Natuurlijk ook altijd praktisch. En ik denk dat dit mijn favoriete geurkaarsje is. Dit is namelijk de Wild Fig, oftewel vijg. En ik ben echt dol op vijgen. Ook de geur van vijgen vind ik heel lekker. Dus dit vind ik ook echt een heel lekker kaarsje. Ik denk dat de Rituals of Karma naast Happy Buddha toch wel mijn favoriete geur is. En daarvan zat nog deze mini shower gel in. Dus dat is ook super handig om straks weer mee te kunnen nemen op reis. En ook een heerlijke shower foam van The Rituals of Karma. Nou, het was dus in ieder geval een super toffe kalender. Ik was er echt heel erg blij mee. Er zitten lekkere producten in. En nu ga ik hem toch helaas weggooien. Maar ik vind echt dat ze dit volgend jaar zeker mogen herhalen. Misschien iets meer de skincare. Maar dat is mijn persoonlijke voorkeur. Maar ik zou hem zeker opnieuw kopen als dat volgend jaar weer vergelijkbaar is. Stond trouwens ook erg leuk. Gewoon in de kamer gezellig. Dat rood met wit en die sneeuw in het huisje. Echt heel erg leuk. Nou, en dit zijn dus alle items die in de adventkalender zitten. Vooral ben ik heel erg blij met de geurkaarsjes. De mini geurkaarsjes. Kaarsjes altijd super tof, want zo'n grote geurkaars is vaak best wel duur en maak je niet zo snel op. Hetzelfde geldt natuurlijk voor alle heerlijke douche- en badproducten. En eigenlijk hebben ze gewoon echt een beetje van alles erin gedaan. Verschillende geuren, verschillende producten. Dus ja, ik vind het echt een super geslaagd adventkalender. En ik ben heel erg blij dat ik deze dit jaar heb mogen uitpakken. Nou, dan heb ik dus ook nog een aantal items gekregen met kerstavond. We hebben met kerstavond dit jaar de cadeautjes gedaan. En als ik dit nu film, is het de tweede kerstdag. Dus mocht jullie benieuwd zijn wat mijn kerstlook is dit jaar, dit is dus de kerstlook. En wat ik nog even wilde laten zien is hoe mijn moeder superleuke cadeautjes kan inpakken. Dit is dus in de vorm van een tasje gemaakt. Echt, hoe leuk is dit? Ik wilde het toch even laten zien. Nou, het allereerste cadeautje wat ik uitpakte, dat was ook iets wat echt high op mijn wishlist stond. Maar wat echt best wel heel erg een prijskaartje heeft. Dus ik was iets van, ja, ik weet niet of dat ik die ga krijgen dit jaar. En dat is A Good Girl van Caroline Herrera. En nou had ik deze natuurlijk al als geur. Maar er zat echt nog maar een heel klein beetje in. Die heb ik toen gekregen van een vriendin. Dat ze toen een nieuwe kreeg. Dus het was zeg maar, zat een dubbel. Dus het was van, ja Char, wil jij dan die fles hebben? Want die fles is zo tof. Ja, die fles wil ik hebben. Maar goed, er zat dus echt nog maar heel weinig in. En op een gegeven moment kwam er dus ook nu echt niks meer uit. En staat daar op de kast. En ja, het is gewoon super jammer dat er natuurlijk niks meer in zit. Maar dit is dus A Good Girl van Caroline Herrera. Het is een hak, een pump. Een zwarte pump met een gouden hak. Ja, het is echt een hele toffe fles. Ik ben niet heel erg van dit soort verpakkingen. Sommigen vinden het ook best wel kitsch. Maar op een of andere manier vind ik het echt wel heel elegant. En de geur, het is echt, vooral de geur is echt fantastisch. Hier komt dus het parfum uit. En dan breng je hem zo aan. Ik heb nu nog geen parfum opgedaan, dus dat ga ik bij deze gelijk even doen. En het is echt zo'n lekkere geur. Het is wel een wat, wat zwaardere geur. Dus als je bijvoorbeeld houdt van Alien of even kijken wat heb ik nog meer op de kast wat er een beetje op lijkt. Bonbon van Victor Rolf is wel redelijk vergelijkbaar. Zie de rode van Giorgio Armani. Een beetje die zwaardere hoek, iets kruidiger, beetje zoet. Ja, dan ga je dit echt heel lekker vinden.
Ik vind het in ieder geval een heerlijk parfum. En ik ben heel erg blij dat ik hem eindelijk vol aan mijn collectie mag toevoegen. Dus ja, die zullen jullie zeker vaker voorbij zien komen. Dan heb ik ook nog heel gaaf een lipstick gekregen van Guerlain. En dit stond ook echt wel een beetje op mijn wishlist. In de zin van dat ik het gewoon een hele vette verpakking vind. Dus het is vooral de verpakking wat het voor mij echt deed. Maar dit zijn dus die lipsticks van Guerlain. Dus dat je apart een lipstick en apart een huls koopt. En die huls heeft dus ook een spiegeltje erin. Nou, ze komen dus ook apart. En ik heb gekozen voor deze huls. Ik vind ze ook echt niet allemaal mooi. En als ik het goed heb begrepen is deze uit het assortiment. Of in ieder geval, hij is nog maar heel lastig te krijgen. Uiteindelijk was hij er wel nog online. Maar in heel veel winkels was hij er al niet meer. En dit is als het goed is de French Mademoiselle. Dus het is eigenlijk zilver met een soort van kanten printje. Hij is ook echt best wel zwaar. Er zit nu nog een stickertje op. Omdat ik hem ja, nog eventjes zo wilde houden. Maar dit is dus hoe de huls eruit ziet. Ja, het is gewoon een gadget op zich. En ik vind hem gewoon echt super mooi. Deze is eigenlijk het meest simpel. Maar ik vind dat dus juist heel erg mooi. En dan heb ik de kleur nummer 6 erbij gekregen. En die krijg je dus zo. Dus de onderkant is vergelijkbaar met de huls. En aan de bovenkant zit nog een dopje. En dit is nummer 6. Heb ik dus ook niet zelf uitgekozen. Is helemaal voor mij gekozen. Maar ik vind het wel echt een super mooie kleur. Het is dat ik al eens op heb, anders had ik hem gerust hierbij gedragen. Maar ik ga hem zeker nog een keertje opdoen. En ik denk dat ik hem misschien ga bewaren voor de Full Face First Impressions. Die ik volgende week ga opnemen voor het nieuwe jaar. Dus ja, dit is in ieder geval mijn nieuwe lipstick van Guerlain. Zo, ik heb hem even erin geschoven. Dit is dus hoe dat hij er dan uitziet. Dus dan trek je de lipstick er weer uit en dan klapt het spiegeltje open. En als je natuurlijk je lipstick dan wil opdoen, dan kan je dat heel eenvoudig zo in het spiegeltje doen. Dus ja, super handig. Gadget, hele mooie gadget, maar ook echt gewoon wel een luxe product. Dus ja, super tof dat ik deze nu aan mijn collectie mag toevoegen. Het was echt zo'n product wat ik mezelf dan niet gun om zelf te kopen, maar wel heel vet vind om te krijgen. Je hebt die hulsen echt in nog veel meer stijlen. Wat ik zei, deze is best wel eenvoudig, maar je hebt ook nog met glitters, met printjes, met allerlei kleuren. Maar dit is dus de French Mademoiselle. Nou, dan heb ik dit jaar niet alleen maar beauty gekregen. Ik heb ook nog iets gekregen wat ook nog eens praktisch is. Namelijk een boek. En dit is het boek van Eckhart Tolle. Dit is de kracht van het nu. Nou, ik heb natuurlijk laatst al verteld in de, eigenlijk in de kletsvideo dat ik erachter ben gekomen dit jaar dat ik hoogsensitief ben. En dat ik vooral heel erg goed ben in overdenken van dingen. Dus ik moet af en toe een beetje mijn rust terugvinden en niet te veel vooruit willen denken, niet te veel enthousiasme in mijn dingen willen leggen en vooral eigenlijk wat bewuster zijn in waar we nu zeg maar zijn en niet te veel vooruit denken. Nou, dat deel je natuurlijk met je vrienden, met je omgeving en toen heb ik een aantal keer als tip gekregen dat ik dit boek eens moest gaan lezen. Nou, ben ik gelijk even eerlijk naar jullie toe. Ik ben niet zo'n lezer. De laatste keer dat ik echt een boek helemaal uit heb gelezen, dat is op vakantie, want dan heb je er gewoon echt tijd voor. Dus ik ga echt al mijn best doen om hier aan te beginnen en om dit echt wel uit te lezen. Want ik wil gewoon echt wel graag weten waar ik dan zeg maar in zou kunnen groeien voor mezelf. Maar ik vind het wel spannend, want ik heb wel een beetje een inkijkexemplaar gezien. En het is toch echt wel een heel, moet het uitleggen, serieus boek. Maar ook wel best wel zware materie. Maar ik wil toch wel heel erg graag gaan lezen. Dus die heb ik gekregen. Dan heb ik ook deze set gekregen van Benefit. En dit is de Magnified Brow Show. Dus dit is de kerstcollectie eigenlijk geweest met de brow producten. Nou, jullie weten dat ik echt dol ben op de wenkbrauwproducten van Benefit en ieder jaar brengen ze dus weer zo'n set uit. Sommige items heb ik onlangs nog gekocht, dus sommige zullen als backup zijn, maar andere zal ik ook zeker weer gebruiken. Mijn Gimme Brow Plus was bijvoorbeeld bijna leeg, dus dat was een perfecte timing. Ja, ik ben gewoon dol op de wenkbrauwproducten van Benefit, dus mij maak je hier absoluut heel blij mee. En voor degene die graag nog een keer Benefit zou willen proberen, dit soort sets zijn qua prijs-kwaliteitsverhouding altijd echt super goedkoop. Want volgens mij betaal je voor deze set, als ik me niet vergis, de helft minder als dat je ze allemaal los zou kopen. Dus ja, mocht je nog een keer de producten willen proberen, de sets zijn qua prijs echt wel de beste deal. En dit is dan heel schattig een soort wagonnetje zeg maar. En hier trek je dat laadje eruit voor de producten. En hier zitten in de Cabrow, de 24 Hour Brow Setter, mijn favoriete wenkbrauw gel. De Goofproof Brow Pencil, favoriete wenkbrauw potlood. Precisely My Brow is mooi om haartjes mee te tekenen, vooral aan de voorkant. En de Gimme Brow Plus is dus een gekleurde wenkbrauw gel met van die vezeltjes. Super leuke verpakking, dus hier ga ik ook weer volop van genieten. Kreeg ik nog een ander beauty product, want ja, het zou eens een keer geen beauty zijn. Maar dit was wel grappig, want ik kreeg een tijdje geleden van mijn moeder deze van Lancôme. En dit is de Le Absolue Mademoiselle Balm in Mint Fresh Blue. En het is dus een lippenbalsem van Lancôme met een soort minty feeling. En ja, het was best wel een beetje dat ik dacht van, oh nou leuk, ik probeer het een keer. Maar dit is echt een fijne lippenbalsem. Het is echt wel een luxe product. Want ja, Lancôme is natuurlijk toch wel wat duurder als bijvoorbeeld een Carmex of een Dr. Pau Pau of een Labello.
Maar hij is wel echt heel erg fijn. Grappig is dat hij dus ook echt een blauwe balsempje heeft. Ik vind mintproducten sowieso altijd heel erg lekker. Maar vooral op mijn lippen, want het is gewoon lekker verkoelend. Maar ik merk ook gewoon echt dat ik veel minder last had van velletjes met deze. Ik heb dit jaar sowieso mega veel lippenbalsems getest. Dus ik heb voorlopig echt even genoeg. Maar deze was serieus gewoon op die van mij. Er komt, er zit natuurlijk altijd nog wel iets in de stick. Maar kom er gewoon niet meer bij. Dus daar heb ik nu een nieuwe van gekregen. Dus die ga ik lekker weer optimaal gebruiken. En dit soort items verdwijnen dan ook gewoon in mijn badjas. Dus dan doe ik dat op. Neem ik dat mee in mijn badjas. En dan ga ik beneden zitten op de bank. En dan blijft die daarin zitten. Dus elke keer smeer ik weer bij, zeg maar. Dus ja, ik ben hier ook wel heel erg blij mee. Dan kreeg ik ook heel leuk dit setje van Morphe. En deze heeft mijn moeder ook gekregen. Dus het is... een beetje twins in dit geval. En er zit onder andere een lipgloss in van Morphe. Dat is deze. Een beetje een transparante met een soort van goud paars glittertje erin. En dit is de kleur Is a Vibe. Ik heb nog geen glossjes van Morphe, dus dat is wel leuk om een keer te proberen. Dan zit er ook nog een oogschaduwpaletje in. Dat is deze. Ik weet niet of je deze ook los kan kopen. Ik denk het haast niet. En dit is het Artistry Palette. En dit is echt gewoon een perfecte basic qua kleuren. Dus dit is ook echt ideaal mee te nemen. Lichte kleur voor onder de wenkbrauw. Twee matte bruin tinten. Een kleur voor op het ooglid. En deze is wat donkerder om iets meer aan te zetten aan de onderkant of in de buitenste ooghoek. Dus ik ben niet altijd helemaal kapot van de kwaliteit van Morphe. Maar voor zulke kleine mini-doosjes, wat eigenlijk altijd handig is, ben ik wel heel erg benieuwd of het fijn is. En er zitten nog twee kwasten in. Ik weet niet of deze nou ook nummers hebben zoals normaal. Zo te zien niet. Eentje in ieder geval meer een soort van blending brush. Dat is deze. Witte haren hebben ze. En één is een wat plattere, dikkere kwast. Zou je bijvoorbeeld voor op het ooglid kunnen gebruiken of onder de wenkbrauw. En de kwasten van Morphe vind ik altijd heel erg fijn. Dus daar kan je er eigenlijk nooit genoeg van hebben. Ik vond het in ieder geval wel een heel leuk setje. Dan heb ik nog twee items. Onder andere zat bij het volgende cadeautje deze sample van de parfum. En dat is Girls Can Be Crazy van Zadig & Voltaire. En ik heb natuurlijk een tas van Zadig & Voltaire gekocht dit jaar. Dus dit is natuurlijk een leuke inside joke, zeg maar. En ik had dit doosje van Lucardi wat ik uitpakte. En wat er dus nog op mijn wishlist stond is zilveren oorringen. Maar dan ook echt van zilver. Want of ze gaan kapot of de kwaliteit wordt lelijk omdat ze gaan verkleuren. Dus ik vroeg dit jaar om mooie zilveren oorringen. En deze van Lucardi heeft mijn moeder ook en is er eigenlijk altijd gewoon heel erg blij mee. Ze zijn net ietsje groter dan wat ik normaal heb, maar dus echt zilver. Dus hier kan je ook gewoon echt lang mee doen. Ja, het ziet er nu natuurlijk niet zo heel fancy uit om zo vast te houden, maar het zijn wel echt gewoon een mooie kwaliteit. Dus deze zou je me ook vaak inzien hebben, want dit stond echt nog op mijn lijstje. En dat vind ik ook gewoon zo leuk van kerst, dat je dan mensen dingen kan geven die ze zichzelf niet gunnen of die ze vergeten of die ze toch wel graag zouden willen hebben. Je hebt natuurlijk altijd wel een lijstje en net als bijvoorbeeld dit had ik dan zelf ook prima kunnen kopen, maar ik vind het dan nog leuker om het cadeau te krijgen. En vooral het feit dat er dan geluisterd is, want natuurlijk geef je wel eens een keer een hint door het jaar heen. Nou en dan het laatste cadeau, misschien zag je het al even op de achtergrond, deze heerlijke roze kleur. Ik heb namelijk, ik denk rond Black Friday zoiets ontdekte ik dat Flat Mua, als ik het goed zeg, is een Instagrammer die zeg maar lip art maakt. Die heeft ook een eigen webshop. En daar verschillende merchandise eigenlijk van de lip art die ze maakt. Maar ook een soort van papieren sculptuur. Een beetje plastic papier voor aan de muur. En dat vond ik er echt super vet uitzien. Met roze lippen, met bijtjes erop. Ik heb het gedeeld op Instagram ook. Dus die stond eigenlijk op mijn lijstje. Maar na even goed gekeken te hebben, vond ik het vooral erg jammer dat de binnenkant is zeg maar hol. Dus het ziet er ook gewoon niet zo heel goed uit. En was best wel prijzig voor hetgeen wat je kreeg. Dus mijn moeder is zeg maar creatief geweest en heeft een andere manier gevonden om alsnog het product zeg maar aan mij te kunnen geven, maar dan leuker. Ik heb er namelijk een hoodie van gekregen. En heel erg tof de tekst Shark Academy eronder. Dus het is nu echt een soort van merchandise van mezelf. Echt super grappig. In een heerlijke roze kleur met een capuchon. Dus dit is echt een heerlijke hoodie die ik waarschijnlijk nog eens een keer in de video ga aandoen. Vooral natuurlijk omdat de Shark Academy op staat. Super vet. Misschien kom ik ooit nog wel een keer met eigen merchandise. Maar voor nu vind ik dit in ieder geval wel echt heel erg tof. Dus super leuk cadeau. Echt super origineel van mijn moeder. Dus hier ga ik lekker in paraderen. En dan waren dit dus al mijn kerstcadeautjes van 2020. We hebben gewoon lekker met z'n drieën kerst gevierd. Lekker met z'n drieën cadeautjes gedaan. En ik ben echt weer super blij met alles wat ik gehad. Dat sowieso, als je ziet wat er allemaal in die Rituals adventkalender zit. Het is echt bizar als je dat allemaal hier zo ziet liggen. Maar ik ben met alles echt super blij. Ik ben stiekem wel heel erg blij met die Guerlain lipstick. Want dit wilde ik
echt al het hele jaar kopen en heb mezelf elke keer tegengehouden. En dan krijg je het en dan ben je echt super blij. Voor nu wil ik jullie in ieder geval weer super bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je nou een leuke video? Doe natuurlijk zeker even je duimpje omhoog. En laat me ook zeker weten beneden in de reacties wat jij dit jaar hebt gekregen voor kerst. Dat vind ik altijd super leuk om te zien. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Ram dan op de rode abonneerknop onder deze video om ook lid te worden van de Shark Enemy familie. En vergeet zondag niet naar de video te kijken, want dan komen mijn favorieten van 2020. Dus als je dat niet wil missen, dan zie ik jullie zondag heel graag weer met een nieuwe video. Tot zondag! Doei!